Royce de Vries, de zoon van de overleden misdaadsjournalist Peter R. de Vries, heeft het AD voor de rechter gesleept om te voorkomen dat de krant een nieuw artikel publiceert over geluidsopname die zijn vader zou hebben gemaakt. Volgens Royce zou zo'n publicatie zijn veiligheid in gevaar brengen, omdat de opname belastende informatie zouden bevatten over zijn voormalige collega, de ex-advocaat en tv-presentator Galit Kasem. Kasem zou hebben toegegeven dat hij een ambtenaar had omgekocht. Royce en Kasem hadden samen met Peter er de Vries een advocatenkantoor. De rechtszaak vond donderdag plaats achter gesloten deuren. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt. Ook mochten de betrokken partijen na afloop niets zeggen over de inhoud of de voortgang van het geschil. Dit is een zeldzame situatie waarbij de rechter de persvrijheid beperkt. Het ad had vorige week al een artikel gepubliceerd over de opname die het via bronnen had verkregen. Daarna had de krant verder onderzoek gedaan en zowel Royce als Kasem om een reactie gevraagd. Royce had toen een kort geding aangespannen om een nieuwe publicatie tegen te houden. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter uitspraak doet en of die uitspraak openbaar of geheim zal zijn. Ad hoofdredacteur Renny Rijpma mocht na de zitting niets zeggen of uitleggen. Ze had eerder op de website van de krant gezegd dat ze het ver gaan vond dat Royce een kort geding aanspande, nog voordat hij het artikel had gelezen. Ze zei dat haar journalisten met open vizier werkten en vragen stelden aan de betrokkenen in het kader van het journalistieke onderzoek naar de opname. In het boek Ik beloof je dat ik honderd word, dat door Royce is samengesteld, kun je meer lezen over het geheime logboek van Peter R. De Vries. Dit boek geeft een intieme kijk in de gedachten van deze iconische misdaadjournalist en familieman, die in zijn laatste anderhalf jaar veel meemaakte. Van zijn rol als vertrouwenspersoon in het Marenko-proces tot zijn hechte familiebanden en onthullende confrontaties. Dit boek biedt een unieke blik op zijn professionele en persoonlijke leven. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.